Even Bertje haar ijs eten. Dat mag ijs. Hé, hey, kut, wat doe ik? Dan heb ik liever een knappe meid en een hallo, bitch. Hallo, ik ben uitgesprongen. Ja, dat is goed, Wesley. Ik kom raar, jong. Ben er gewoon, ja? Ja, maar Kiara, nee. Ik wil niks met jou, want jij bent kankerlelijk. Punt 1, jij bent een kankerlelijk. Een fucking ster is 10 keer knapper waarschijnlijk. Dus hou alsjeblieft op aan die stook tussen ons. Flikker alsjeblieft op. Wow. Heb je dat nou gezegd? Ja, dat heb ik letterlijk gezegd. Wil je luisteren? Nee man, doe maar niet, we zijn live, hè. Knappe meid. Ja, dat heb ik toch. Maar dat is iemand die smol verliefd op mij, maar ik niet op haar. En zij is gewoon kank lelijk. Ja, dat gaat gewoon niet, hè. Heb je van mij ook wapensmaat? Ik heb zelf niks. Echt niet? Eens wat ik heb, dat is een eens wat ik heb, dat is één shotie. Als ik hem nog zelfs kan pakken. Ja, ik kan hem pakken. Dus nou ben ik benieuwd wat zij gaat zeggen. Heb je nog maar, heb je nou maar die ene andere? Met Esme, Sterren? Ja. Nee, daar ga ik nou proberen om mee terug te krijgen. Ik had het uitgemaakt. Omdat ik voor iemand anders gevoel had. Kijk, als ik wel had ik zo veel. Oké, die? Had ik zo veel. Ik heb er al iets. Nee, man. Ik pak die, ik vind dat zo kut. Ligt niks hier, of wel? Ken je Marlene? Weet ik veel. Ja, wie ken jij nou niet? Als ik ze zie, ken ik ze vaak wel, man. Ja, ik zou ook een screen naar het sturen vandaag. Luca ken ik ook. Ik zou weten. Luca Penisha? Ja man, fucking Roy uit Gestel. Of niet? Kom, we gaan naar Bush Bush toe. Wacht even, maat. En heb je al kijkers, maat? Ja man, ik heb 2 kijkers, man. Lekker bezig. Ik ben nou even kijken, ik moet mijn computer opstarten. Waar zeg? Ik heb een heavy shotgun. Ja, dat was ook een heavy scheet. Kut! Ik neem net een fucking slurpje in. Ja, ik moet een verbandkoffer hebben, man. Een verbandkoffer? Ja, voel je het daar? Nee, dat klopt. Maar Sterren wil wel met mij, maar jij gaat er nou tussen stoken. En dat is stum. Flikker als bij top, Kiara. Dat lezen bij mij ook toen Sterren mij leuk vond. Toen, hè? Ja, dat is zeker die Kiara, die vindt jou dan ook zogenaamd leuk. Ja, dan gaat foto's sturen. Dat is zo'n lelijk wijf, of niet? Ja. Sterren is een knap wijf, echt serieus, dat is echt een knapper. Ja, dat is sowieso. Godverdamme! Zij bent iemand van groep 4. Kom op! Je weet niet wat ze met haar leven moet doen, man. Ik heb hier, ja, kut. Ik heb jouw groot shieldpot, man. Shieldpan. Hier. Wacht hier. Yo, kom even zo, ik moet even verband hebben, man. Wat doet hij? Ik deed niks. Oh, dat ben ik. Sorry. Oh, lekker test, man. Alsjeblieft. Thanks, maat.
Hoppakee, helemaal blauw, jongen. Alleen niet helemaal groen. Nee, dat niet. Daarom moet ik verbandkoffertje hebben. Nee, dat, kijk Gijs, als je een vriendin hebt en ze gaan ertussen stoken, dan zeg je alles. Dan ga je alles zeggen wat eigenlijk niet normaal is. Ik snap dat jij hier iets van zegt. Gijs, ik snap het, omdat jouw tante daaraan dood is gegaan. En mijn opa ook, maar... ja. Maar dat is gewoon, als je aan iemand zijn gevoelens gaat spelen, dan ga je dat 100% zeggen. Omdat je van iemand houdt. En dan ga je er echt niet... Dan ga je... Dan besef je niet wat jij ik zeg. Jij weet dat ik daar meestal wel rekening mee hou. Ik hou toch zo van jou, en jij ook weer van mij. Toen kwam er iemand tussen, en dan ging het voorbij. Hé, hey, dat was wel goed zongen, toch? Ja, man. Ik kan best goed zingen. Luca zegt dat hij gaat rappen, echt niet. Jongen, hij haalt de Ali B nog niet in, man. Hij haalt hem bijna. Jongen. Laat mij maar DJ zijn. Ja. Luca denkt dat hij alles is, maar deze is totaal niet. Hij is wel een echt een leuke gozer, ben ik heel eerlijk in. Luca is echt wel iemand, gewoon daar kan je mee lachen. Ja, daar wel, man. Wat doe jij nou weer? Ik ben helemaal van plan, man. Dat deed jij, joh. Kom, we gaan een rit. Trap er niet in, kapmonde je. Ja, ik ga zo tegen jou doen, ja, Kiara. Want jij speelt nou gewoon fucking met mijn gevoelens. Als je met mijn gevoelens gaat spelen, dan ben je gevaarlijk bezig. Yes. En ik heb hier nog een schuldige. Misschien hoe heet dat? Schuldige. Schuldige. Wat dead one. Ik loop rustig. Dus door jou is het ook uitgegaan, dokter. Dus jij, nee, ik heb, jij, ik heb, jij niet, ik heb niet maar ik heb niet aan gehad, hè? Nee, maar sterren wel, denk ik toch? Ook niet. Maar sterren of iets vonden mij. Huh? Huh? Is het nou expres? Morgen Fortnite of zo. Nou, morgen ben ik van 11 tot 2 niet bereikbaar. Ja, ben ik wel bereikbaar op mijn telefoon, maar... ben ik alleen maar bereikbaar via DM. Want dan ben ik weg. Ik werk de winterseizoen alleen. Eigenlijk moet je juist andersom. Zomer is warm om te klimmen, hè? Snapte? Maar kom je ook bij hem werken? Geen namen noemen, jij weet wat ik bedoel. Weet niet, man. Moet ik even kijken. Als je nou gewoon elke zaterdag komt, dan kunnen we misschien wel bijna elke zaterdag chillen. Naar jou? Ja, dan gaan we gewoon naar mij toe en dan... een beetje chillen, jong. Ik vind dat moeit. En morgen kan ik niet, hè? Nee, joh. You kidding me? Ja, ik zie mijn eigen moor, man. Ben dood? Ja, ik ben dood. Ja, ik ga door. Maat, kom op, zeg je, dit kan nooit, schiet de kei vaak raak. Toch? En ik weer, godverdomme. Wat er met Sterren aan de hand is, er is niks met Sterren aan de hand, maar een vriendin van Sterren die zit te kloten. Stille van. Gewoon laat ons gewoon met rust, want Sterren wil wel met mij, maar jij houdt het nou tegen omdat je mij ook leuk vindt, Kiara, dan mag. Maar jij bent mijn type niet, jij bent gewoon tering lelijk. En ik heb hier nog wel iemand aan de lijn hangen, die is precies hetzelfde. Daar heb je het ook bij geflikt. Ga alsjeblieft ophouden met mensen uit de relatie houden, kom op. Dus geef die telefoon goed terug, want anders ga ik naar jullie mam toe. Bye. Bye. Wat mag? Nee. Fantastisch begrijp ik echt niet. Oh, finishers. Ja, nee, dat snap ik ook niet. Waarom finisher?
snap ze daar niet. Hele fucking. Want anders ga ik wel, even met de moeder van Sterren praten. En kijken wat zij daarvan vindt. Wil je nog langer vriendschap blijven met Sterren? Dan moet je zeker zo door blijven gaan. Want anders ga ik gewoon even een keer naar die moeder toe hoor. Ik vind het niet erg om een keer naar Gelderland te rijden hoor. Dus denk er maar even over na. En ik denk dat jullie de moeder van Sterren jullie mam ook wel kent. En dan zou ik eens even dat de moeder van Sterren even met jullie mam gaat praten. Wil je dat? Ja of nee? Als je dat niet wil, dan flikker op. Mafkees. Ja man, anders komt IS naar jou toe. Helemaal gek man. Anders gooi ik Bert Jerry ijs tegen je kop aan. Ja, moet even filmen. Dat is toch goed gezegd. Ja. Ja. Maar ik ga niet hierheen. Oh, ga uit. Nee. Oh, kut. Wacht, doe niet eruit gaan, hè. Ik ga daar even rustig heen. Maat, die auto is ver, man. Ik ga even de deur openmaken, ik ben er zo. Jo. Ik ga er even vandoor. Jo. Ga je serieus bellen, ik zit de PlayStation. Ja, dat maakt niet uit. Yo. Ik zie er nou niet echt niet uit. Ja, dat we hebben en dit dan. Oh ja, Mitch heeft trouwens vriendin, hè? Ja, dat weet ik, komt hij ook. Nee, hallo. Zij is een hoer, echt niet. Ja, jongen, die moet binnen. Ja, dat vraag ik me ook, omdat we misschien contact hebben of zo, weet ik veel. Nee, dat vind ik niet zielig, heb ik wat te doen. Kijk, tenminste vechten. Ik ben toch zat, dus ja, ik ga helemaal zat zijn, weet ik wel. Ja, maar ik moet even kijken hoe ik kom, want als ik met de auto kom, kan ik wel drinken. Dan kan ik wel drinken. Ja, hey. Ja, maar ik wel. Ja, maar ik niet. Ja, snap ik. Alcoholvrij bier. Nee, maar hey, Pik.
ook zeggen, ik heb hoe heet dat? Niet te veel, niet, jij mag wel veel drinken, maar ik bedoel niet al te veel, want ik moet alles betalen, hè, namelijk. Ja, ja. Want ik huur het, hè. Weet ik veel. Gewoon al mensen die ik ken. Oh ja, wacht. Mitchell Sanders, Mitchell van Nauw, mijn broertje, jij dan, en Denise, als je willen. Caprice, Dennis, Julian. Caprice. Milton. Abdi. Ja man. Ja man. Hij gaat zingen als het goed is. Oh nee, Mitchell ging zingen, hè? Ja, Woutie, wat jij was. Maar ik heb een eigen apparatuur. Maar ik had toch gewoon niet flex. Wist je, oh, wist je dat niet? Ik had Ronnie flex gevraagd, maar die had geen tijd. Als had hij, ja. Lach je nou? Ronnie flex, weer zelf. Hè? Godverdomme, kut Fortnite, ik kan niet winnen! Oh my god! Hè? Naar wie? Nee, dat kan niet man, ik moet werken. Ik werk elke dag nou, hè? Ja, pannenkoek, jij moet doen! Nee, ik niet! Ah, oh, ik ben dood! Oh. Ik ben live aan het streamen op YouTube, ik weet niet. Kijk. Wauw, ik heb vandaag... Ben ik begonnen, ik heb 40 abonnees. Nee, ik zweer, ik heb vandaag 40 abonnees. Bij 1000 krijg je... Ja? Ja man. Wie is dat? Dat is Dimitri. Stans, van Nel. Hij was toch net. Is maar best. Zit je in de auto? Ja. Ah, we gaan erheen. Ken jij mijn shadow ook dan, Danielle? En Lorenzo Pruimum kende die ook, dat is mijn neefje. Dat was het, joh. Lorenzo Pruimum kent. Ja, tuurlijk ken ik. Ja, ik had tegen jou, Danielle. Heb je tegen mij, ik zeg het nee. Oké. Ja, dat is mijn neefje. En Jaden. Hoe is dat? Oh ja, wacht. 8 tot 1. 8 tot 1. Ja, dit gaat ook langer duren. Maar ik heb het zo lang gehuurd, hè. Maar ja, als ik zat ben, dan ga ik dan niet meer weg. Ik ga eten bestellen, man. Ik heb honger. Ja, man. Ik ga stoppen met ja. Oh, hoi. Doei, je bent ook zo cool. Savannah komt niet, hè? Wie niet? Savannah. Savannah? Ja, Savannah. Wie is Savannah? Ah, nou, zo hoeft niet te komen. Komt zij?